eventjes naar het verleden. Jij was ooit de starter van het bedrijf Belvilla. Of moet ik zeggen Belvilla? Ik wil een mooi antwoord maken natuurlijk. Het klopt, het was mijn oude bedrijf, Belvilla. In 1987 ben ik een toenmalig kompion begonnen. We hebben het uitgebouwd tot een relatief groot bedrijf met iets van 4.000-5.000 accommodaties. En daarna, ja, toen stond die grote koper op de stoep en toen moest het verkocht worden, of mocht verkocht worden. Hoeveel heb je gevangen? Ja, een mooi bedrag. Een mooi bedrag, ja. En op dat moment denk ik, ja, ik was net 40. Ik denk, oh. Je bent 40 en je bent getrouwd, hè? Je vrouw werkt ook in het bedrijf? Soort van. We wonen samen al iets van 20 jaar samen. Dus, ga je dan niet met het mens trouwen? Een keer meer, maar precies is gewoon niet meer. Dat is maar goed dan. Ik had je gedwongen om er vanavond een huwelijk te vragen. Ik heb een veel mooi voorstel gedaan. Ik kom ook in het bedrijf, dus we zijn een nieuw bedrijf begonnen. Dat België dat verkocht hadden een paar jaar later. Aanzee, vakantiehuizen. Ja, met Jan Henk en Gonda zijn we dat opgestart. Ja, meer. En dat vind je meer band dan een huwelijk. Ik denk van wel. Heb je ook kinderen? Ja, twee hele leuke. Dat lijkt me de grootste band die je met elkaar kunt hebben. Ja, ja. Nee, maar ik op eentje manier net door het heel leuk. Het, ja, het is een heel leuk bedrijf. Het is geen mannelijk bedrijf. Ja, maar wacht even, dat je dan meteen nu terug naar hier. Als je dan nu die reclame ziet, ben je het, ik vind ze echt zo irritant. Heb je dan ook zoiets van. Het is een beetje flauw om al te erg af te geven op Belvilla. Het is natuurlijk ooit een kindje geweest. Het irriteert wel. Ja, dat Bella. Ja. Maar ze zeggen dat reclame die irriteert ook een heel grote attentiewaarde heeft. Ja, er wordt over je gepraat. Dat is prima natuurlijk. Misschien doen ze het gewoon expres. Nou goed, daar gaan we het niet meer over hebben. Belvilla of Belvilla. Het was het jaar 2000 toen je het verkocht voor dat leuke bedrag. Dan ben je inderdaad 40 jaar. Je hebt een vrouw en twee kids. Wat doe je dan? Nou ja, goed, dan ga je natuurlijk allerlei leuke dingen zoeken. Je gaat proberen allerlei hobby's te creëren die je daarvoor helemaal niet deed. Gewoon, want je was alleen maar aan het werk, je was hard aan het werk. Ja, wat voor hobby's? Nou, bijvoorbeeld rally rijden, klassieke auto's. Denk, oh, dat is leuk, dat vindt iedereen ook prachtig. Of zeilen over de hele wereld. Dat met wat voor auto ging je dan rally rijden? Aan een hele oude Mercedes, een oude Mercedes 300. En daar worstelen we mee door Frankrijk, België. En alles. Dat soort dingen. Met je vrouw en kinderen nog niet bij hem slecht? Nee, die zaten thuis. Die waren dus jij vind je eentje die jongens droombaar maken? Dat was uiteindelijk natuurlijk een mooi bedrijf. Een bedrijf verkopen, dat is natuurlijk al een droom. Of mensen rijden een keertje, waarom niet? En dan ga je dat soort dingen doen. Maar dat verveelt al heel snel. Want, je hebt echt ondernemersbloed. Ik was ondernemer en ik bleef ondernemer. Dus het bloed begon weer te kruipen waar het niet gaan kon. Ja, en zo is uiteindelijk, zijn er nieuwe bedrijven ontstaan, opnieuw weer. En je dacht, ik ga weer iets doen met vakantiehuis, maar dan beginnen we wat dichter bij huis. En ook dichter bij huis kom je een oude vriend van je tegen. En dat was Jan Henk, ook weer een dubbele naam. Ja. Wat was jij toen? Ik was leraar. En ICT-coördinator op school. Leraar in ICT? Nee, niet eens. Ik gaf Frans. Daaruit ben ik in die steden terechtgekomen. Ja, dat klinkt heel raar, maar ik vond het belangrijk dat internet geïntegreerd werd in het lesgebeuren. En dat kostte heel veel moeite in die tijd. En daar ben ik heel tijd mee bezig geweest. En gaandeweg kwamen we in gesprek over allerlei leukere dingen, nog leukere dingen dan dat. En dat was dit product eigenlijk. Dus als vrienden zaten jullie gezellig in de kroeg plannetjes te maken? Ja, wij waren heel sportief toen en nog steeds wel. We gingen regelmatig sporten. Wat doen jullie dan? Nou, we gingen naar een fitnessschool en daarna gingen we eten en drinken. Ja, zo doen we dat allemaal. Ja, want dan mag het weer. Nou, en dan heb je het bekende verhaal van het bierveeltje en zo is het eigenlijk getekend. En het eerste concept is op die manier ontstaan. Wat stond er op dat bierveeltje? Nou, hoe is het mogelijk om een klein stukje van de kust, of nou niet, het is niet op de kust, hoe kunnen we berg op de kaart zetten? Ja, het ging eigenlijk om de bonen bij de bergen, ja, met onze gezinnen. Ja, en in bergen gebeurt niet zoveel. De VVV, die was bijna in rusten gewoon, dus ik begon een beetje te kriebelen. Zo van, ja, hoe kunnen we dat op de wereldkaart zetten? Is de VVV nu blij met je? Nou, ze leken een tijdje blij, maar nu hebben we het hele product van het VVV binnengehaald. Ja, en er blijft niet zoveel over de VVV om te verhuren, dus ik vraag hem af. Nee, maar ik denk het wel. De VVV heeft als taak om een bepaald gebied natuurlijk te promoten. Nou, dat hebben we als het beste gedaan, dat doen we nog steeds iedere dag. Dus, ze zouden dolgelukkig met jullie moeten zijn en iets minder dogma, hè?
Eigenlijk wel, ja. Ja, we proberen ze wakker te schudden. Dat gaat goed. We zijn alle kanten met ze in gesprek, dus dat gaat prima. Oké. Dus toen hadden jullie bedacht, we gaan in Bergen huisjes verhuren. Dan moet je huisjes gaan kijken, want je zei al, we hebben geen huisjes gebouwd. Het moesten bestaande huizen zijn. Wat voor huisjes ging je zoeken? Ja, het unieke van ons product is dat je zag het helemaal op de promotiefilmpje. We proberen aparte huizen gewoon te vinden. Het mogen kerkjes zijn, boerderijen, het kunnen plaggenhutten zijn. Het maakt allemaal niet zo uit. Als er iets bijzonders aan is, dus iets anders ja, dan de grote bungalowpark, de appartementenhuizen. Ja, en dat zijn... Dan stap je dan in de auto en dan ga je in de omgeving rijden. En dan denk je, dat is wat ik bel aan. Mevrouw, wilt u uw huis af en toe verhuren? Nou, zo is het van het begin wel een beetje gegaan. Dat hebben we niet heel erg zelf gedaan. We hebben schoolhuisverdiensten geweest. Die kenden natuurlijk heel veel mensen in het dorp. Die is in feite begonnen op een bekende schoolplein. En die is gaan informeren. Zeggen, dames, wilt u een centje bijverdienen? Nou, als u met vakantie bent, kunt u uw huis verhuren. Zo niet? Echt waar, ja. Maar we kenden het concept natuurlijk uit de Belfie, dat tijd weer dicht moest aanpakken. En dat hebben we ook heel snel gedaan. We hebben gezegd, goed, werk is leuk, maar het begon, het was succesvol. De naam aan zee sloeg heel erg aan. Ja, en dan is het logisch dat je de kust er even verder van Nederland bij pakt. En ja, nu hebben we iets van ruim 1000 huizen. Dus ja, ja, en nog meer, want naast aan zee doe je ook nog buitenland. Dat heet Villa XL. Nog een Villa XL. Nee, Villa XL, dat zijn huizen in heel Europa. Ja, daar hebben we wat onderscheid gemaakt. Dat is jullie ook zaten op Curaçao en dat soort. Curaçao XL, Provence XL, de Ardennen XL. We hebben zo meteen een wintersportproduct, of dat hebben we al, dat heet Chalet XL. Dus dat zijn weer locaties in de wintersportgebieden. Ja, en dat bestrijkt weer een bepaald specialisme. En we proberen specialist te zijn in een bepaald gebied. Dus we hoeven niet heel Europa te hebben. We zeggen goed, bepaalde regio's waar ik daar denken we sterk te zijn, daar kunnen we onze zoekmachine mooi op loslaten. Dat is interessant voor de eigenaar van de accommodatie om op die zoekmachine gevonden te worden. En dat is het succes van alle bedrijfjes eigenlijk die hier ondervallen. En toen kwam jij in beeld, want hij wilde niet meer met die gidsen werken. En zij moet allemaal via het internet en daar was jij goed in. Nou, daar wist ik een beetje vanaf. We hebben toen met iemand anders een eerste site gemaakt. Eigenlijk heel simpel. Dat ging toen nog in Frontpage. Dus allemaal FTP'en, voor zover mensen weten wat het is. Nou, leg dat maar even uit. Nou, dat betekent dat je eigenlijk elk bestandje dat je verandert ook direct weer moet uploaden. En nou ja, alles wat je net veranderd hebt moet weer gedownload worden. Dus dat gaat allemaal heel ingewikkeld. Dus dat hebben we maar heel even volgehouden. Toen we de eerste centen hadden verdiend, hebben we direct iets laten maken waarop je direct kon boeken. En dat is ook de kracht van het bedrijf, dat alle accommodaties die getoond worden, ook daadwerkelijk boekbaar zijn. Dus het is geen aanvragen per e-mail en wachten tot eindelijk zo'n eigenaar zegt van het mag of het kan. Wat de status boekbaar. Nou begreep ik dat jullie werken met een server in Londen, klopt dat? Of niet? Nou, dat hebben we wel een tijdje gedaan. Ik weet niet hoe in die informatie komt. Nee? Dat zou kunnen. Ja, Londen was het vroeger wel, maar het is inmiddels al een hele tijd Amsterdam. Ja, dat was ook niet zo gunstig. Het lijkt, ja... Maar hoe bepaal je dat?